Let's go. Okay, so. Eindelijk weer eens een wasstraat. Ja, inderdaad. Wasstraat 25. 5 kwadraat. In de... Met digitale aantekeningen. Eindelijk weer eens in de Mercedes. Ja. Want wat is er mee aan de hand? Nou ja, hij doet het weer een tijdje. Hij stond gewoon lang... Ik moet de deur even dicht doen straks. Ja. Hij stond een tijdje in de garage, want er was het een en ander mis mee. Ja. En dat is de benzinepomp of zo. Brandstofpomp was... Wat vaag. Ja, die dingen gaan wel eens stuk. Ja. Maar goed, hij doet het weer, dus we kunnen weer lekker hierin rijden. Eindelijk, ja. Echt waar. Ik heb het zo gemist. Vooral het rondrijden, want dat was op een of andere manier toch een leuke afleiding voor ons. Om ook gewoon nieuwe ideeën. En dan kunnen jullie in de tussentijd lekker naar buiten kijken. Ja. Dus, mochten jullie de details willen weten van het verkopen van de Mercedes. Want hij is te koop, toch? Hij is te koop, ja. Dan moet je even kant B bekijken, want daar staat alles op. De volle 2,5 minuut. Maar je moet wel... deze aflevering kijken, want hier hoor je hoe je korting kunt krijgen. Aha, kijk, teaser. We doen het helemaal lachen. Oh nee, toch niet. We zeggen niet waar het komt. Dus, zeg, wil jij het spits afbijten of zal ik het doen? Doe maar, ga maar gaan. Ga je gang. Ik zag een interview met Tom York. Ken jij Tom York? Nee. Tom York is de zanger van Radiohead. Een heel erg eelschril mannetje. Maar het is ook een vegan, als dat iets betekent. Ja. Dus die eet alleen maar dode planten. Die man heeft er zo ontzettend ongezond uitzien. Hij ziet er heel ongezond uit, inderdaad. Maar het is ook een briljant... tenminste, ik vind hem heel erg fijne liedjes maken samen met zijn band. Oké, dat kan. En die had... die twee mogen gewoon samen gaan. Dat heeft Moby ook al bewezen. Er was een interview en hij was boos. Hij was boos op Google, hij was boos op allerlei grote bedrijven die... En voornamelijk Apple. Oh. Apple die heeft samen met allerlei andere grote mediabedrijven... want dat is Apple inmiddels... zijn product, of eigenlijk zijn kunst, tot een... vulling gemaakt. Het is niets meer dan vulling. Het is een middel voor mensen om geld te verdienen. En het is geen... daar heeft hij een hekel aan. Zeg maar, het is commodity, noemt hij dat. En daar is dus ook het woord content aan gekoppeld. En ik ben het daar wel een beetje mee eens. Ja. Het woord content is een beetje waardeloos vulwoord geworden. Ja, wat is het nou eigenlijk? Bij mij lang geduurd voordat ik wist waar... mensen het over hadden als het over content hadden. Ja. Wist nooit zo goed wat er nou mee bedoeld werd. Precies. En dat was ook zijn punt. Hij zei zo van... op een gegeven moment kwamen dus mensen bij hem langs... en die zeiden van... wat voor content maak jij eigenlijk, beste Tom? En toen zei hij van... wat is dat woord content waar je het in godesnaam over hebt? Want... Ja. Ik weet we het willen niet. Jouw product willen we beter in de markt zetten. Nee, maar dat zeiden ze dus niet. Ze zeiden van, hoe kunnen we jouw content gebruiken om mooie producten in de markt te zetten? Dus, en toen was het echt zo van, ja, het is vulling. Het is niets meer, het woord content lijkt ook niets meer dan dat te betekenen voor een heleboel mensen. En dat is zonde en dat is iets wat ik ook merk. Als je dan zegt van ik ben contentstrateeg, dan zeggen mensen van maar waar heb je nou waar heb je een strategie nodig voor content? Dat is toch niet nodig? Je schrijft toch verhaaltjes en dan komen mensen op je website af als als bijen op bloemen. Ja, maar goed, kijk, je hebt de supercommerciële contentstrateeg, die gaat naar zo'n zanger toe en zegt van hoe kunnen we jou content gebruiken om onze producten beter aan de man te brengen. Ja. Dus dat is natuurlijk een super commerciële contentstrategie. Ja. En je hebt contentstrategen die zeggen: hou nou eens op met dat gelul en maak eens goede content. Ja, precies, ja. Zorg ervoor dat. En het is natuurlijk idioot dat dat soort contentstrategen moeten bestaan. Van de week was ik op een meeting waarbij. Het ging over
nou ja, over een nieuwe site. Uh-huh. Het werd de hele tijd, of een paar keer, werd SEO genoemd. Oh, SEO. SEO is heel belangrijk. Het is ja, heel belangrijk. Ja. Ik heb thuis alles van SEO. En dus zoekmachine optimalisatie is heel belangrijk. Ja. Dat werd heel veel genoemd. Het ging over implementatie van een nieuw CMS. En over hoe die site moest werken. En dus de zoekmachines waren genoemd. De mensen die met het CMS moeten werken waren genoemd. Ja. De mensen die het CMS moeten bouwen waren genoemd. En die het moeten onderhouden waren genoemd. En nou, zoekmachines werden nog eens een keertje genoemd. Maar wat niet werd genoemd, waren de mensen die die site moeten gebruiken. Daar heb ik me zo enorm over verbaasd. Ik neem aan dat je dat hebt gezegd. Zeg uiteraard. Maar, zeg maar we maken het toch voor mensen. Voor mensen. Ja. Ja, en dat je daar specialisten vraag, voor nodig hebt om dat te zeggen. Dat is toch bizar. Ja, ik zie mezelf ook als contentstratege. En wat ik meestal doe is dan, zo, we nemen dat soort van als waarheid. Van ja, oké, jij wilt dingen met SEO doen, prima. Je wilt dat je teksten beter vindbaar zijn, dat is ook goed. Maar laten we eens kijken hoe we jouw proces van het maken van content zo kunnen maken dat jij makkelijk toffe dingen kan maken voor jouw klanten. Oké, voor het maken, ja. Makkelijk maar uiteraard. En dat is namelijk heel moeilijk. Uiteindelijk het doel is, het gaat niet over het makkelijk maken van content. Tuurlijk is het prettig als het zo makkelijk mogelijk gaat. Daar ben ik altijd zelf ook naar op zoek. Maar het gaat er vooral om dat die content gewoon hartstikke goed is. Als je daar wat extra stappen voor moet nemen, omdat, nou ja, whatever, het goede systeem 100.000 euro per maand duurder is, lijkt me dan is prima dat misschien wel reden om die extra stappen elke keer te moeten nemen. Ja, of gewoon dat je een dag lang bezig bent om een goed artikel te schrijven. Ja, dat duurt nu eenmaal tijd. Ja. Ik bedoel, zo'n systeem gaat je daar niet bij helpen. Dat moet je zelf doen. Dus ik vond die focus op zoekmachines, ik dacht dat we daar inmiddels vanaf waren. Ja, ook op een gegeven moment kwam er een vraag ook over, komt er een nieuwe site, nieuwe URL, of nou ja, in elk geval dezelfde URL uiteindelijk. Maar toen was het van, nou kunnen we misschien de URL's hetzelfde houden. Uh-huh. Van de oude content en de nieuwe, want dat scheelt tijd. En toen dacht ik, ja, weet je, prima. Als die URL-structuur nog overeenkomt met de nieuwe site. Kijk, URL's, dat is een onderdeel van die hele site. Ja. Dus URL's maak je ook niet voor machines. URL's maak je ook voor mensen. Ja, zodat ze leesbaar zijn. Zodat ze zien waar ze zijn. Ja. Weet je, dan heb je ook geen breadcrumb nodig als je het goed doet. Het is een bevestiging eigenlijk, hè? Ja. Dus, ik was... Het was overigens een erg leuke meeting, erg goede meeting ook. Er zaten hele goede mensen met hele goede ideeën. Maar er waren er vooral die aandacht voor robots, die vond ik echt opvallend. Ja, en ze stappen eigenlijk ook. Ze nemen een soort van aan van, oké, nou dan hebben we dus content. En dan, hoe zorg je ervoor dat die content ge-SEO'd is? Ja. En dan denk ik van, backwards. Je moet eerst goed verhaal schrijven. Daar moet 100% focus zijn. En dat het vindbaar is door Google, dat is een hygiënefactor. Dat moet bijzaken. Dat moet gewoon helemaal in orde niet meer zo zijn. Belangrijk. Ja, het moet in orde zijn. Het is een van de vele dingen waar je rekening mee moet houden. Dat het font leesbaar is. Ja. Of zo. Of, Maar ja, het is bijvoorbeeld... Je hoort het ook wel van meerdere mensen. Maar ja, weet je, die hele... Via zoekmachines komen er helemaal niet... Ja, er komen nog steeds een aardig wat mensen. Maar het aantal mensen wat via een... via social media komt, is vele malen groter als je content tof is. Kijk, als je content niet tof is, dan niet. Maar als je gewoon iets hebt wat mensen willen delen, dan is dat veel interessanter dan wachten tot mensen het via Google gaan vinden. Ja. Ja, dat is trouwens wel iets wat mij nu opvalt. Hè? Want heel veel bedrijven die zeggen van, ja, het moet wel allemaal deelbaar zijn. Maar dan kijk je naar de content die ze willen aanbieden en zijn hele nuttige stukken teksten bijvoorbeeld, of video's die gaan over hoe iets te gebruiken is, of hoe hun product het beste uit de verf komt door het juiste gebruiken. En dan denk ik van, ja, maar dit is niet typisch iets wat mensen gaan delen. Dus
gaat dit nog wel gevonden worden in die sociale search engine die Google heet? Of in Facebook? Of moet dat Twitter en Facebook knopje daar eigenlijk wel staan? Want het is helemaal niet... Het is geen marketing content, weet je wel. Waar je verspreidt en zegt van, oh wauw, dit is echt hartstikke gaaf. Dus wat voor content is het dan bijvoorbeeld wel? Nou, bijvoorbeeld een FAQ van een bedrijf. Hè, waar, of sorry, geen FAQ, maar een question and answers stukje. Zo van, als dit probleem er is, wat moet ik dan doen? Nou, dan moet je bla 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 doen. Dat is niet iets wat maar mensen... Maar dat is juist iets wat je weer wel in een zoekmachine verwacht. Ja, inderdaad. Maar zoekmachines dat is niet iets... typen mensen vragen in. Maar die zoekmachines die geven nu voornamelijk antwoorden op basis van wat mensen tof vinden. Google is inderdaad super slecht geworden. Ja. Laatst zocht ik iets, ik weet niet meer, nogal specifiek ook. Want ik had een artikel gelezen, maar ik had hem niet geboekmarkt. Dus ik kon dat artikel niet meer terugvinden. En... toen ging ik via DuckDuckGo zoeken, maar die heeft eigenlijk alleen maar wat oudere, die is niet zo up-to-date, dus het was nogal een recent artikel. Dat kon hij niet vinden. Dus ik via Google, er stonden geen zoekresultaten op de eerste pagina. Nee. Nul. Er stonden... Alleen maar reclame? Ik weet niet precies, er stonden maar iets als 5 linkjes en allemaal naar... Allemaal dingen waar ik helemaal niet op zat te wachten. Ik ben echt verbaasd, zeg. Ja. Die hebben dat product helemaal kapot gemaakt. Ja, het is niet zo goed wat ze doen eigenlijk. Nee, ik vraag me heel erg af waar het dan wel voor te gebruiken is. Want misschien ben ik een old fart, maar ik gebruik hem inderdaad gewoon om nieuwe dingen te vinden. Dingen die ik niet weet. Ja, of dingen waarvan je weet dat het bestaat, maar dat je even niet meer weet waar het is. Ja, precies. Dat ene artikeltje waar je eens een keertje ergens hebt gelezen. Maar dat is... En dan vind je dus andere bedrijven die het zonder het terug te linken hebben overgenomen. Dat kan ook heel vaak. En dat is dan, ja, nou goed, dat is dan weer een ander probleem. Maar ja, ik ben het ermee eens. Het is, Google is niet meer wat het geweest is. Nee. Nee, dat geeft natuurlijk niks. Ik bedoel, stel je voor. Het web is ook niet meer wat het geweest is. Alles is aan het veranderen. Ja, inderdaad. Nostalgie was vroeger ook veel beter. Ja. Maar... Wat dan wel een vraag is van mij, is van, ja, maar wat zullen we nu dan gebruiken? Een voorbeeldje is, een paar dagen geleden heeft Google hun RSS-reader uitgezet. Die kan je niet meer gebruiken. Google Reader, een fantastisch product was dat. Kon je heel leuk linkjes... Wat ik interessant vond, was dat het helemaal niet zo'n fantastisch product was. Maar dat ze... Maar het had geen concurrentie of zo. Of tenminste niet echt serieus. Ze hebben de concurrentie kapot gemaakt. Ja. Of opgekocht. En dat is eigenlijk wat Internet Explorer toen de tijd ook had gedaan. Die had een superieur product gemaakt. Ten opzichte van alles wat er toen de tijd was. Ja. En daar hebben ze er nooit meer wat aan gedaan. Dat is hetzelfde met RSS Reader. Met Google Reader. Ja. Dat was superieur aan wat er toen was. Maar ook niet echt heel erg bijzonder. En dat hebben ze nu dus kapot gemaakt. En wat nu interessant is, is dat er nu ineens weer allemaal innovatie op het gebied van RSS is. Ja, maar dan is de vraag, heeft dat nog wel zin? Want RSS, dat is dus een manier om berichtjes te distribueren. Of eigenlijk mensen op de hoogte te stellen dat je een nieuw berichtje hebt op je website. Ja. En er zit dan een titeltje bij en een stuk tekst. Maar je gebruikt het bijvoorbeeld ook voor podcasts. Hè? Dus als jij lid wordt op iTunes. Een alternatieve manier van content distribueren. Ja. Of van updates uitsturen. Bijvoorbeeld alle updates in jouw computer. Dat software is geüpdate. RSS. Ja. Maar het is dus een heel handig middel om dat soort dingen te laten gebeuren. En dat je dus op de hoogte gesteld wordt. En dat de nieuwste boven staat ook. Ja. Maar het lijkt er heel erg op dat Google en een aantal grote mediabedrijven zeggen van... Weet je, Google was of RSS was eigenlijk helemaal zo'n goed idee niet. Dat lijkt een beetje averechts te werken op wat wij willen bereiken. En je merkt dus dat grote, de BBC bijvoorbeeld en ook Apple... Die lijken RSS te verlaten. Ja. Ja, maar dan denk ik ten faveur van wat? Ten faveur van hun eigen formats. Gesloten formaten. Ze willen niet meer
zomaar content delen. Dat is wat Google doet. Google die zegt, ja, ga nou in plaats van Google Reader, hebben ze weer iets nieuws bedacht voor hun, waarbij alleen maar via hun eigen systeem op de hoogte kunt blijven. Ja, maar waar halen ze die informatie vandaan? Hoe kan je bijvoorbeeld als verhalenschrijver of blogger... Moet je aansluiten bij hun systeem. Ja. Dus daar heb je dan geen alternatieven. Dat is gewoon ook niet... Nee, want Feedburner die zal waarschijnlijk ook wel verdwijnen. Dat is dus opgekocht door Google. Ja, Feedburner destijds. Was sowieso al... En dat was om ervoor te zorgen dat alle RSS... mensen die graag wilden dat RSS automatisch in Google terechtkwam... bij Apple terechtkwam, dat dus geregeld was. Want dat was heel moeilijk vroeger. Nu is dat heel makkelijk eigenlijk, maar... al die eigendommen, die lijken dan ook te verdwijnen. Dan moet je echt helemaal weer vanaf het begin beginnen. Ja. En je inderdaad, ja, misschien moet je dan inderdaad inschrijven bij Google. Ik vind het jammer. Ze hebben nu iets nieuws. Is het Google Wave? Nee, Google Wave is het mislukte discussieplatform. Nee, ze hebben nu iets nieuws en dat is een hele sarcastische naam. Wat is het nou? Iets van Google Forever of zo. Van en hun producten zijn nooit forever. Het heeft zo'n naam, hoe heet dat nou weer? Dat wil ik wel weten. Ja. Ik haal even die camera eraf, want dat schijnt te moeten. Ik ga vragen me af of ik nog weet hoe het moet. Dan valt dit eraf. Straks als ik ga betalen, dan zal je zien hoe je korting kunt krijgen op het kopen van deze auto. Oh. Extra goed dicht. Waar is mijn kabeltje? Ik heb geen idee. Nou goed, dat sluiten dat was wel interessant. De discussie is elke keer weer, als er zo'n dienst, de gratis dienst of een betaalde dienst, als die ermee stopt, dan is de discussie altijd weer van je moet niet afhankelijk worden van dat soort diensten. Je moet dus ervoor zorgen dat je dat allemaal lekker zelf doet. Ja, ja. Dat is op zich een hele interessante discussie. Maar wat ik een mooie vond, was dat iemand... zei, nee, je moet wel ervan afhankelijk zijn, ga het maar lekker wel doen, maar je moet ervoor zorgen dat je altijd kunt overstappen. Je moet niet, dus niet afhankelijk ervan worden, je moet gewoon gebruik maken van die diensten. Ja, want dat is handig, dus meegaan met de trends eigenlijk. Ja. Waar je mensen zijn, daar moet jij zijn. Nou, of het is gewoon handig, ja, het is een goede tool, dus gebruik hem vooral. Ja. Maar word er niet afhankelijk van, je kan zo snel mogelijk overstappen als er iets beters is. Maar we moeten Google Forever misschien ook voor de wasstraat gebruiken. Ik zou het niet weten. Ja, je hoeft niet alles te gebruiken. Ik gebruik bijvoorbeeld zelf helemaal geen Facebook. En geen Google producten. Ook geen Google Plus? Nee, ik heb... Ja. Sure. Nee, door nerds wordt er nog best wel eens wat gepubliceerd. Dat is best... Ja, maar ook hele... Het zijn een beetje de mensen die er dan nog een gat in zien. Het lijkt niet echt op te stijgen op een of andere manier. Maar fijn. En dat is... Dat had ik nou ook bij Google Wave. Dat noemde je net. Ja. En ik wil het eigenlijk weer terug. Want ik kom er nu pas achter wat voor waarde Google Wave had. Dat was zo'n soort van... Ja, hoe moet je dat samenvatten? Het was mail en het was chat en het was wat nu Google Docs is. Hè, documenten samen bewerken tegelijkertijd. Ja. En Google Hangout en dat allemaal in één unit. En waarom is dat dan goed? Nou, ik zie dat bijvoorbeeld... Ik begin de beperkingen van Twitter en van Facebook weer te zien. Ja. En dat zijn voornamelijk in de discussies. Ja. Er is geen goede manier om de dynamiek van een discussie, namelijk je eigen woorden inslikken en zeggen van, oh nee, dat bedoelde ik eigenlijk niet. En dat
Dat je nieuwe mening bijvoorbeeld bovenaan Twitter is komt. Absoluut niet geschikt voor discussies. Maar ja, Google Wave, wat ik daar had, dat was echt weer zo'n op Microsoft en Adobe gestoelde software tool, namelijk. Huh? Was het flessen? Alles wat we kunnen verzinnen, doen we erin. Ja, nee, dat is wel waar. En ja. Daardoor wordt het een klutter en daar is het niet meer. Weet je eigenlijk helemaal niet zo goed wat je ermee kan. Nee. En ik kwam erachter toen ik samen met een aantal vrienden een script aan het schrijven was voor een video. Ja. Dat het echt retehandig is. Want als je dus wil nieuwe ideeën op elkaar wil afvuren en dat wil bediscussiëren. Ja. En dat het niet verloren gaat ook. Dat je kan zeggen van, oh, wat was dat leuke idee ook weer? Even zoeken en dan weer omhoog brengen en nieuwe attachments eraan maken. Dat, is daar is het heel handig voor. Daar niet geschikt voor? Wie? GitHub. Heb ik eigenlijk nooit gebruikt. Versiebeheersysteem. Ik zou het niet weten. Dat is versiebeheer. Maar met app.net kan je zoiets natuurlijk zelf maken. Ja, nou, de app.net zou misschien een goede kunnen zijn. Maar het mooie was ook dat het echt bijna real-time was. Dus zie je echt, terwijl jij een opmerking aan het typen bent, dan zie je gelijk daar weer een opmerking op. Want vaak zit je dan ook in dezelfde ruimte of bij elkaar ben je aan het skypen of wat ook met elkaar. Ja. Ja, dat was wel een grappige feature inderdaad. Maar het is open source in beperkte vorm. Dus misschien dat ik het nog eens ergens in de lucht gooi. Kijk om te kijken of het nou eigenlijk wel zo goed was dan mijn herinnering ervan. Het is trouwens druk. Ja. We zijn er, hè, bij bij de Wasstraat. Ja. Lang geleden. Jezus, dit is wat? 4 maanden geleden? Nee, 3 maanden. Echt waar? Zo lang? 3 maanden geleden, ja. Nou, het is dus 3 maanden geleden misschien dat ik... Misschien krijg je een handdoekje. Even kijken. Maar ik wou de gewone was. Wat? Boven alleen wassen. Of alleen wassen? Ja. Kijk, dat is de eerste tip van hoe je deze auto goedkoper kan krijgen. Mijn raam gaat niet meer open. Oh, kijk. En de reparatie daarvan, ik heb dat niet laten repareren, de reparatie daarvan is ongeveer €400. Oh, wauw. Yo, dankjewel. Dat vond ik te veel. Ja. Dus, als je kan rekenen... We kunnen het voor je maken. Dan... dan wordt het €400 duurder. Nou, het is meer van, je kan het €400 aftroggelen van de prijs op het raam staat. Ah. Ja. Kijk. Ja, ik vraag me af, die auto voor ons, die heeft het helemaal niet nodig. Die gaat er gewoon glimmend in. Ja. Maar kijk, dat water, dat valt er gewoon af. Die komt echt net uit de... Ja, precies. Gesticuleerd hoe ver we kunnen. Ja. Eens en vrij. Ja hoor. Ik heb nog onthouden van de vorige keer. Zo, nou in de Wasstraat. Dus feedback. Feedback. Heb jij nog feedback gehad? Nee. Ik ook niet eigenlijk. Dus het is een beetje in het niet gevallen. Vorige uitzending. Nummer 24. Terwijl het wel heel erg interessant was. Ja. Maar daar zat ook veel herhaling in. Daar kwam ik wel achter. Eigenlijk als je Wasstraat 22 en 23 niet hebt gezien, hoef je eigenlijk over 24 te kijken. Oké. Nou ja, we herhalen sowieso wel veel. Want we hebben een beetje onze... We hebben ons vaste zegje, geloof ik. Ja, we hebben een paar dingen die we belangrijk vinden. Ja, ja. Dat merkte ik ook voor de column die ik schrijf voor de... Webdesigner magazine, dat gaat eigenlijk altijd een beetje over hetzelfde. Ja. Het zijn gewoon dingen die mij bezighouden. Ja, en langzaam evolueren ze wel naar nieuwe dingen. Ja, en dat is dan wel. Het groeit wel wat. Vooral ook eigenlijk door erover te praten en door erover te schrijven, ja, wordt het wel beter. Dus, ja, voor mij was er één ding wat nog op mijn lijstje stond. Dat is dat we misschien de Wasstraat nog een keer in het.
laten zien aan mensen in een open ruimte. Oh ja, 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 dat vind ik ook wel een goeie, leuk idee. Die was het idee van Marieke. Ja. En die... dat moeten we dan nog wel eens een keertje doen. Ja. Maar de voorwaarde was ook weer dat we het in januari zouden doen. Omdat iemand die naar Engeland ging verhuizen, die het zou dan nog meemaken, toch? Ja, maar dat is inmiddels verhuisd. Dat is Krijn Hoetman. Die is inmiddels verhuisd. Die woont in Brighton. Ah, oké. Okay. Maar komt hij af en toe nog langs? Hij komt af en toe naar Nederland, maar ik denk niet zo vaak. Ah, oké. Okay. Volgens mij gaat hij... Nee, hij woont gewoon... Hij woont in Brighton. Hij heeft geen huis hier meer. Ah, oké. Okay. Ja. Die is daar gelukkig aan het worden. Erg leuk stadje, hoor. Ja, moet ik er naartoe? Ja, was jij daar niet in de buurt geweest? Ik was daar laatst. Het was een heel goed congres. En dat is tip nummer 2. Dat was een goed congres over responsive design. Dat was erg goed. Oké. Okay. Het ging helemaal... Alleen maar over responsive? Alleen maar over responsive design. Jezus. Over responsive web design. Dus niet eens algemene responsive design. Web design. Oké. Okay. Dat was echt super interessant. Maar nog even ingaan op de, want die wil ik straks ook nog ja, even bespreken. Ja, ga ik straks wel even over praten. Stel je voor dat je denkt van, nou, ik weet een leuke zaal of ruimte waar zoiets als een wasstraat viewing kan plaatsvinden. Dan horen we dat natuurlijk heel erg graag. Ja. Het liefst voor zo min mogelijk monetaire wisseling van units. Gratis bedoel je? Dat heb inderdaad, ja. Dankjewel. Zo. Nou, hij is weer dof. Ik kan weer naar buiten kijken, want er zat... Wat zat erop eigenlijk? De auto was laatst uitgeleend en toen wilde diegene een nieuw koelvloeistof erin stoppen. Maar die had koelvloeistof in de ruitenwissersproeier gestopt. Oh. En er zit blijkbaar... Nou ja, vieze spullen in. Kalk in of zo. Dus het, als het opdroogt, dan blijft er kalkaanslag op het raam. Jongens. Het zag er inderdaad uit alsof je door een modderpoel heen was gegaan. Ja. Dat is trouwens niet iets waar je korting mee krijgt, want dat, is, dat werkt, kost dat werkt prima. Ja. Nee, die andere, dat vertel ik aan het eind nog. Oké, okay, ja. Nee, niet aan het eind, ergens halverwege. Precies, ja. Ja. Ergens bij een stoplicht. Ja. Of niet. Hé, hey, worden we nou gepolished? Nee. Nee, die zwabber is de... Die hebben we altijd. Die hebben we niet meer. Die wop, wop, wop. Oh, ja, 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 inderdaad, ja. Die hebben we niet meer. En ze hebben het... Hey, ze hebben het bord weggehaald. De prachtige muur is weg. Ja, we hadden een mooi uitzicht op een leuke politieman die ons naar die kant leidt. Ik vertelde dat we die kant op moesten. Zo. Nou, er is zoveel veranderd. Als iets anders prachtigs neergezet worden. Ja, inderdaad, ja. Een stukje mooie stedenbouw. Kijk jongens, dit is echt geweldig. Ja, is heel het, tof. Op zondag is het een familieaangelegenheid. Ja, lekker met z'n allen auto's wassen. Hele rijen van vaders met kinderen en met... Nou ja, wel schattig. Kindjes die met hele grote stofzuigerslang. Ja. Zonder deed mist, echt waar. Het is heel erg leuk eigenlijk. Zo, gaan we even. Maar had je zelfs geen feedback gekregen op de kant B? Die prachtige... Ja, nee, daar wel. Ja. De wasmachine was een daverend succes. Okay, ja. Daar heb ik zelfs van familieleden feedback gekregen. Ja, die vond ik ook heel mooi. Zet jij hem er nog even op? Ja, ik zet hem hier even op de stoep. Schokbrekers doen het ook nog prima. Ja joh, die motor is hier fantastisch. Zo mechanisch. Even kijken. Hop. Zo.
Hop, gaat hem hier. Ja, je moet tegenwoordig harder dichtgeklapt worden. Ja. Hallo, hallo. Oh, ik had de ster vergeten. Dat geeft niet. Die staat er weer een beetje treurig bij. Zo. Zo, gaan we even een stukje over de snelweg. Oh, gezellig. Maar Brighton, nee, responsive. Ja, responsive. En alleen maar responsive webdesign dus. Ja, responsive. Wat is... A responsive day out heette het congres. Ja. In Brighton was het. Uh-huh. Leuk stadje. Maar ook daar was het koud helaas. Dat was jammer. Oh, ja. Maar wel heerlijk gegeten. Echt goed gegeten in een, twee Franse restaurants die we daar gevonden hadden. Oh, wat goed zeg. Want aan welke kant voor de geografische gehandicapten? Ligt onder Londen aan de kust. Oké. Okay. Zuidkust van Engeland. Dus echt, je komt binnen en dan kan je gelijk aansluiten. Dan ben je daar bijna gelijk. Ah nee, wacht, Londen is ook nog wel een stuk. Nou, fijn, maakt niet uit. Maar want je maakt het verschil met alleen maar content webdesign. Is er dan... Het ging over responsive... Kijk, je hebt responsive... Webdesign. Architectuur bijvoorbeeld. Dus het woord, dat is dus architectuur die zich aanpast aan. Nou ja, verzin maar wat. Dus het is niet iets wat alleen voor webdesign van toepassing is. Okay. Responsive design kan je breder trekken, maar we beginnen dat nu eindelijk eens te doen voor het web. Ja. Ik ben heel nieuwsgierig wat responsive architectuur is. Is dat zeg maar huizen die vanzelf groen worden en zich aanpassen aan de omgeving of zo? Dat zou kunnen. Hè? Dus huizen in een landklimaat, bijvoorbeeld waar het in de winter echt hartstikke koud is en in de zomer super warm, dan kan je je voorstellen dat die een soort van metamorfose, of dat die zich aanpassen overdag en 's nachts. Een simpel voorbeeld is bijvoorbeeld een tentje. Je hebt bepaalde soorten tenten die 's nachts lekker warm zijn, omdat het 's nachts afkoelt. En dan overdag kan je de zijwanden kan je oprollen en dan wordt het een soort paraplu. Ja, precies. Ja. Dat is een respons. Je kan hem aanpassen. Mooi. Aan aan wat er nodig is. Ja. En een van de leukste vragen vond ik op, of een belangrijke vraag over responsive design was, op dat congres was, is responsive design, heeft dat een grotere impact dan de webstandaarden toen de tijd. Zo rond 2000, toen gingen we overstappen van het bouwen met tabellen naar het bouwen van semantische websites. Zorgen dat we HTML gebruiken zoals HTML bedoeld is en het stijlen van de pagina's met CSS. Dat was nieuw. Ja. En, eigenlijk de conclusie van iedereen was, ja, dat is, dit is vele malen belangrijker. Oh. Bijvoorbeeld al omdat waarschijnlijk de meesten van jullie niet eens weten dat er zoiets bestaat als die overgang van tabellen naar... nee, precies. Ja, dat ging zo soepel. Naar webstandaarden. Dat is ook iets wat vooral voor developers belangrijk is geweest, impact heeft gehad. Het heeft ook grote impact gehad op zoekmachines en dat soort dingen. Maar het is vooral voor developers is het belangrijk geweest dat ze op een andere manier gingen werken. Maar voor bijvoorbeeld designers heeft het helemaal niks veranderd. Designers zijn gewoon op dezelfde manier blijven negeren eigenlijk hoe het web in elkaar zit. En, we hebben het over jou. En je ziet dus, nu kan dat niet meer. Nu moeten we responsive... Nu moeten we wat anders gaan doen. Nu gaan we dus die flexibiliteit van het web, daar moeten we nu wat mee. Dat kunnen we niet meer negeren. Maar heeft het een wel het andere mogelijk gemaakt? Dus dat je technische betere code maakt die semantisch is? Eigenlijk het HTML en CSS die zijn gewoon van nature responsive. Ja. Die zijn altijd bedoeld om responsive dingen. Jezus, wat waait het hard. Ja, inderdaad. Zeg maar. De auto gaat helemaal heen en weer. Een auto van 1,5 ton, maar die wiebelt goed. Eiburg. Jezus, hé. Hey. Maar goed, de... Niet langs lichte autootjes rijden, want dan is de kantelin die zo over de weg. Precies. Dus...
het heeft dus een grotere impact gekregen. Het responsive verhaal. Maar blijkbaar is dat dan ook beter merkbaar dan door andere mensen. De conclusie was, dit heeft de grootste impact op het web tot nu toe. Groter dan wat dan ook ooit. En het heeft voornamelijk te maken dat het de meeste disciplines hebben er mee te maken. Ja, iedereen heeft er mee te maken. Ja. De manier waarop we dingen maken is wezenlijk anders dan hoe we het hiervoor deden. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Het ziet er echt, echt anders uit. Een responsive website is wezenlijk anders. Maar gisteren las ik een tijdje terug een artikel over dat Adobe 2 keer de kans heeft gehad om een webstandaard neer te zetten. Uh-huh. Eigenlijk om te concurreren met HTML. Oh. En die hebben ze laten liggen of zo? Niet zozeer concurreren, maar het overnemen. En dat noemden ze Flash natuurlijk. Ja. En PostScript. Waarbij die twee allebei waren volgens de auteur van het artikel, waren die beter dan HTML en CSS. Ja. Maar doordat Adobe bepaalde fouten heeft gemaakt, is dat nooit een standaard geworden. Nee. Of die heeft het eigenlijk nooit een open standaard gemaakt en daardoor is het gewoon kon het niet concurreren met het web. En is dat aan hunzelf gelegen of was het gewoon... Adobe is natuurlijk een winstmachine. Het gaat ze alleen maar over korte termijn. Het is echt een korte termijn visiebedrijf. Ja. Dus je ook kijkt naar hun updates. Het zijn echte kleine dingetjes telkens toevoegen. En dan zoveel mogelijk winst eruit halen. Het gaat over... Zij werken voor hun aandeelhouders en niet zozeer voor de mensen die hun producten gebruiken. Wat grappig genoeg, zijn dat consumenten. Dat zijn de meeste gebruikers, toch? Adobe-gebruikers zullen vooral... Maar verdienen ze daar geen geld mee? Ze verdienen hun geld met professionals die hun producten gebruiken. Bakken met geld. Maar ze werken niet zozeer voor die professionals. Ze werken om zoveel mogelijk winst te maken. Ja, dus het precies, zijn geen ambachtslieden die er eer uithalen om een fantastisch product neer te zetten. Nee, het zijn marketeers die onzin verkopen en zoveel mogelijk geld uit weten te persen. Ja, dat is zonde. Dat is heel zonde. Ik heb ook begrepen dat... Maar dat was ook de reden waarom ze, volgens de auteur, waarom het nooit gelukt was om daar standaarden van te maken. Omdat ze hielden het voor zich en ze wilden heel veel geld om bijvoorbeeld PostScript te kunnen parsen. Ja, precies, ja. Want dat kan ik me inderdaad herinneren. Dat de oprichter van Adobe, dat is nu een director of the board inmiddels. Dus die is geen directeur meer. Die was heel principieel over PostScript. Dat is eigenlijk een printentaal of een documententaal die ook heel geschikt was om dingen mooi af te drukken. En die op een gegeven moment ging Apple daarmee aan de haal. Die begon het populair te maken. En deed er ook zelf dingen mee. En Adobe was daar niet van gediend. Want die was nog niet klaar zelf daar geld mee te verdienen. Ja. En die begon dus dingen te blokkeren. Namelijk geheel Apple. Ja. En dat was een grote fout. En daar zijn ze ook echt op teruggekomen. Ja. Onder druk. Maar dat lag niet aan die meneer. Want die had het liefst gewoon... Ja. Het liefst Steve Jobs wat eerder het gaf ingewerkt. Ja. Dat is raar, die manier waarop ze... Maar ze heel erg op de man gespeeld. Hè? Dus ja, op de man. Een soort van raar principe. Maar je ziet dat ook. Dat is eigenlijk bij... Dat is die rare eigendoms... En patenten en copyright wereld, waarin als je iets verzonnen hebt, dat het van jou is en dat je er zoveel mogelijk geld mee moet verdienen. Ja. In plaats van gewoon geld mee verdienen. Dat is iets wat mensen vervelend maakt. Dus wat heb je nu ook weer? De MPAA, de organisatie van, volgens mij is dat van de filmindustrie. Ja, dat klopt, ja. Die zijn nu weer een offensief begonnen tegen het web. Tegen de cloud nu. Ja. Mensen zien mij glimlachen. We worden nu weer gezandstraald. Dus alle plekken die nat zijn aan de auto, die zijn nu weer vies. Ja. Maar ze hadden dus
Nu hebben ze weer iets. The Cloud is de grootste bedreiging voor de filmindustrie. Ach. En het, toen zag ik laatst een lijstje van waar de MPAA allemaal, wat ze als de grootste bedreiging voor de filmindustrie ooit allemaal hebben gezien. En ja, dat zijn dus dingen als VHS. Oh ja. Wat ze idioot veel geld heeft opgeleverd. Ja. Daar zijn ze rijker van geworden dan ze daarvoor ooit waren. Precies, ja. Ze konden films gewoon nog een keer verkopen. Ja. CD's, DVD's, alles. Bandjes. Alles wat nieuw was, was een bedreiging voor de hele filmindustrie. Ja. En ze hebben dus ook alles wat nieuw was, hebben ze tegengewerkt. Altijd. Ja, of ze hebben een alternatief voor. Dat is heel erg grappig, want ze hebben ook alternatieven geboden als reactie op die innovatie. Ja. Dus dat is ons format en daar hebben wij 100% controle over. En die zijn zonder uitzondering zijn die geflopt. Ja, ja, ja. Betamax. Hoe werd het? DCC was er ook zo eentje. Dat was een samenwerkingsverband met Philips en zo'n beetje alle platenmakers, behalve Sony. Ja. En dat is zo grappig inderdaad dat ze een soort van single focus bezig zijn. Ja. Goed. Nou, en ook, nu was laatst ook weer een voorbeeld van, weet je, het is echt zo alleen maar vanuit de rechthebbende gedacht en niet vanuit de gebruikers. Ja. Dus laatst is er een of andere aanbieder van, ik geloof van manga filmpjes of zo in Japan. Uh-huh. Die is failliet gegaan. Of die stopt te bestaan. Ik weet niet meer precies of hij nou failliet is of gewoon stopt. Uh-huh. Maar in elk geval wat daar aan de. Daar kon je dus online kon je al die filmpjes bekijken. Dus dan betaalde je voor een filmpje en dan kon je hem online bekijken. Een soort van Netflix. En dat was DRM. Dus je kon het niet downloaden. Oh, okay. Maar. En nou gaan ze dus. Stoppen ze ermee. En dan kunnen mensen niet meer kijken naar waar ze voor betaald hebben. Oh, dat is een probleem. Terwijl als je het illegaal gedownload had, dan kan je het nog wel bekijken. Dus ja, dat DRM, dat laat maar zien, dat DRM is vijandig voor de consument. Het is echt consumentvijandig. Het is tegen, het maakt het vervelend voor de mensen die het hebben gekocht om het te gebruiken. Ja, het is vooral dat het ook geverifieerd moet worden. Ja. En stel dat het nou een wachtwoord was wat op het bestand zit of zo. Nou ja, daar kan je nog mee leven. Maar nou ja, dit is zodra is je. Een suf. Want ik had het dus. Het gaat altijd uit van de slechtheid van de mens. Ja. Dat is het. Dus het zegt maar iets dus over de eigenaar. Maar dus dat het telkens gecontroleerd moet worden als een soort van schoolmeester. Ja. En in dit geval is de schoolmeester ook nog eens degene die. Die de punten uitdeelt. Slechte analogie. Maar fijn, want ik had dus een film gekocht bij iTunes. En denk van, oh, die ga ik even op mijn andere computer bekijken. Nee. Want ik had die computer even niet aanstaan of zo. En dus dan opende ik hem in QuickTime, wat dus totaal een Apple-programma is. En die zegt van, oh, ik moet iTunes opstarten, want ik moet eerst verifiëren of jij dit bestand wel van 4,5 gig, of je die nog wel mag bekijken. Ja. En ik denk zo van, dude, dit is toch gewoon eventjes contact maken met een servertje en dan Apple ID invoeren. Ja, maar zoals dat, hou op met de toestemming. Het is allemaal, weet je, het web en het internet zou dingen beter maken en makkelijker maken. Ja. Het heeft heel veel dingen vervelender gemaakt. Ik stopte vroeger gewoon een videoband in de speler en hij deed het. Ja. En nu moet ik dus toestemming krijgen om een filmpje te kijken. Dat is belachelijk. Ja. Ja, maak het makkelijk. Hè? Ik bedoel, misschien kan het wel met DRM, maar maak het onzichtbaar. Ja, of maak geen DRM, want al die uren die er worden besteed door al die programmeurs om DRM te maken. Ja. Misschien is dat wel meer. Dat is waarschijnlijk duurder dan de zogenaamde schade die er wordt geleden door mensen die. Of als je die mensen nou gewoon inzet om het product makkelijker te maken om te huren. Ja. In plaats van moeilijker. Misschien gaan mensen dan ook minder pirateren. Ja, precies. Ja. Het is ook gewoon een heel stuk minder. Het is een minder barrière ook voor mensen om daadwerkelijk gewoon lekker aan de slag te gaan met hetgeen wat ze moeten doen, namelijk consumeren. Ja. Sorry, dat is wel heel erg kapitalistisch, maar dat is hetgeen waar
waar je nou voor die bedrijven naar op zoek zijn. Het is niet, mensen moeten niet consumeren. Mensen willen gewoon die dingen zien. Ja, precies, ja. Weet je, die willen dat. Dan willen ze, en daar willen ze best wel voor betalen. Niet iedereen, maar dat geeft niet. Nee. Ik bedoel, het is toch te gek dat... wie zei dat nou? Dat was zo'n muzikant. Ja, die muzikanten die weten het wel, geloof ik. Kinderen hebben groot gelijk dat ze gewoon het op een bandje willen zetten en er niet voor willen betalen. Die hebben helemaal geen geld om, dat, om alles te kopen. Nee. Maar dat is toch juist een eer dat ze dat willen horen. Maar dat is een eer als je het gemaakt hebt. En dat is natuurlijk ook het verschil. Ja, precies. Ja. De industrie maakt niks. Nee. Die distribueert alleen maar. Oh, maar dat is inderdaad... Dat is eigenlijk het punt, hè? Ja. Het is een... Het is inderdaad een eer. Hoewel, er zijn ook artiesten die zeggen van... nee, dat is trouwens niet zo. Alleen, ik geloof dat alleen Disney destijds misschien heel erg principieel was over het gebruik van zijn eigendom. Wat nou, heel, zijn er wat meer, heel grappig hè? Is. Dus want Metallica alles, had dat. Alle sprookjes van Disney zijn trouwens gebaseerd op hoe heet het, open source sprookjes. Nou ja, als een poester bijvoorbeeld. Dus niet zozeer een open source sprookje. Nee, maar het is verlopen. Er is geen, geen copyright op. Er is geen copyright meer op. Ja. Want die meneer die is al 40 keer dood. Ja. Maar weet je wat interessant is? Copyright grens die schuift telkens op, hè? Ja. Is dat niet, schuift hij niet op met de leeftijd van, hoe heet die Britse zanger ook alweer? Die maar niet... Van Disney. Elke keer dat Disney filmpjes in het public domain dreigen te komen, schuift het op. Dat is gewoon de lobby van de filmindustrie. Want ik dacht dat het in Amerika, of in de UK is het, want daar hebben ze dat ook geregeld natuurlijk. Dat er dan leden van de Beatles als wat een eikpunt, of van de Rolling Stones als eikpunt wordt genomen. Maar er is Cliff Richard, dat is het. Ja, Cliff Richard wil, Sir Cliff Richard, die wil maar niet doodgaan. En dus wordt telkens die copyrightrechten die worden opgeschoven met zijn leeftijd. Ja. Want het is natuurlijk absurd dat hij op een gegeven moment, wel op zijn 85ste, niet meer kan genieten van zijn eigen werk. Zo raar. Ik vind het zo raar. Het is ook tegenmenselijk of zo. Mensen begrijpen het niet. Het klopt ergens niet. Juristen snappen het, maar mensen niet. Nee. Het is trouwens wel een mooie trend die ik nu zie. Dat is dat gebruikersovereenkomsten op websites, die worden tegenwoordig in taal geschreven. De mensentaal. Oh, je bedoelt in plaats van legalese? Ja. Dat is een aparte taal? Ja. Dat is echt wel interessant. Dus je krijgt nu steeds meer. Dus ook echt, er is dan niet ook een legalese versie van. Nee, het is alleen maar de echte mensenversie. Oké. Okay. Dat is wel heel tof. Kan je daar een voorbeeld van geven waar mensen naar kunnen kijken? Editorially. Dat is een tool om samen teksten te schrijven waar ik niet kan wachten tot die uit de beta komt of dat ik in de beta programma wordt toegelaten. Uh-huh. Dus het moet echt fantastisch zijn. Ja. Belooft veel dus. Ja, maar die hebben dus dat zijn zelf schrijvers die dat hebben opgezet. Mm-hmm. Die hebben ook gezegd, ja, weet je, we moeten gewoon die overeenkomst, dat moet gewoon leesbaar zijn. Ja. Nou, daar hebben ze een paar uurtjes aan besteed. Een ander is Moves app. Dat is een app voor op de iPhone. Die heeft ook echt een leesbare privacy policy. Oké. Echt leesbaar. Maar wel interessant dat de eerste zin... De eerste zin is... Deze privacy policy is geschreven in mensentaal. En de zin daarna begreep ik helemaal niks van. Ja. Maar de rest van de zinnen snapte ik weer wel. Oké. Okay. Dus maar was dat ironisch bedoeld? Of, nee, ik denk dat daar toch wel iets raars aan de hand was. Dat was een zin die ze over het hoofd hadden gezien. Ja, ik weet niet precies wat er was. Die en er zijn er nog wel meer. Ik zal ze wel even opzoeken, dan linken we er wel even naar. Oh ja, dat is wel een goed idee. Ja, ik vraag me af wat dat dan heeft door... Om welke reden dat dan gedaan is. Dat ze dan... hebben ze dan feedback gekregen of willen ze zelf gewoon aardig zijn? Omdat ze het zelf anders niet snappen? Nou, dat kan natuurlijk. Waarom die editorially dat heeft gedaan? Nou ja, waarom ze het dan leesbaar hebben gemaakt. Maar waarom zij dat niet doen, dat is een betere vraag. Nou ja, omdat het al een hele tijd zo gaat. Ik bedoel, mensen die klikken toch blind weg. Dus waarom zou je het... Ja, dat is... Daar heb ik al...
omdat iedereen het zo doet, doe wij het ook. Ik snap daar niks van. Je moet toch altijd alles... beter maken? Nou ja, je moet overal vraagtekens ook bij zetten. Nee, je moet niks voor ze zomaar aannemen. Nee. En sowieso. Ik bedoel, iedereen... Bijna niemand heeft ooit een hele overeenkomst gelezen. Nee. Dat doen mensen gewoon niet. Ik heb het één keer geprobeerd. Omdat het taal is die niet begrepen. Het is alsof je een hele, alsof je vier pagina's in het Turks gaat lezen. Wel Latijn. Ja. Latijn is beter. Dat is een dode taal. Dat is echt gewoon... Legalese is een dode taal, jongens. Het wordt niet meer gelezen. Ja, dat is gewoon, maar dat is een briljant taal. Het is eigenlijk, legalese is een beetje wat de katholieke kerk deed met Latijn, inderdaad. Dat is wel zo. Ja. Katholieke kerk, die al hun missen waren expres in het Latijn, zodat mensen niet begrepen waar het over ging. Nee. Zodat er een soort extra mystiek omheen ging. Oh, wow. En dat is natuurlijk ook met legalese zo. Dat is om zichzelf te rechtvaardigen. Ja. Legalese. Als het legalese, je schrijft in legalese. Een stukje mystiek bij je app. Zodat legal mensen super. Nodig blijven. Ja. Eigenlijk zichzelf nodig houden. Ja, niemand kan het lezen, dus moeten we een lawyer inhuren. Nee, inderdaad, ja. Ja, want eigenlijk wil je gewoon die tekst schrijven. Zo van, wij gaan deze gegevens aan andere mensen geven. En als je dat tof vindt, dan moet je hier oké drukken. Ja. Ja. Nou ja, maar dat soort dingen staan er letterlijk in. Echt heel simpel, want het is allemaal heel simpel. Ja, ze willen natuurlijk, en dat is waarom legalese is uitgevonden, ze willen het waterdicht hebben. Het mag niet ambivalent zijn. Ja, misschien op zaterdag wel, weet je. Dat soort dingen die mogen er niet in zitten. Ja, ja, ja. Maar dat is dus ook zo, dat is ook anti-mens. Ja. De natuurlijke manier waarop mensen met elkaar omgaan is niet binair. Het is niet ja of nee. Nee. Daar zit dus vaak altijd wel te onderhandelen, net zoals over de prijs van deze auto. Het is niet 3000 of niks, nee. Het is zo wel. Ik heb je een hint gegeven. Andere is bijvoorbeeld dat de centrale deurvergrendeling het niet meer doet. Dan kun je ook echt nog wel flink wat eraf onderhandelen. Ja, daarom zit ik hier nog, want... Ik kan er gewoon niet uit. Staat hier lekker. Ja, goed gedaan, dame. Lekker op je kauwgompje kauwen. Leuk. Iedereen is extra dik ingepakt vandaag. Echt. Normaal, jongens. Het is echt een heerlijke lentedag. Alsof we in december door Montreal rijden. Ja, echt. Zo zien mensen eruit. Alle bordjes staan scheef, alle vlaggen staan strak. Ik zit een beetje te denken, zal ik er nog eentje tussen fietsen? Maar... Een onderwerp, ja, doe maar. Want ik rijd nog wel een stukje, hoor. Even kijken. Oh ja, ik heb er een. Ik ben iemand die private browsed. Dat betekent dat ik alle dingen die ervoor zorgen dat mijn persoonlijke gegevens uitgewisseld kunnen worden of bewaard kunnen worden, dat niet gebeurt. Dus cookies worden niet bewaard. Ja. Alles gaat over HTTPS, dat soort, dat soort zaken. Ja. Ik als expert dan, hè, want niemand doet dat, behalve mensen die echt totaal paranoïde zijn of gewoon weten wat ze doen. Ja. Wordt dagelijks geconfronteerd met zo'n, en voor de luisteraars, een vuistdikke balk aan de bovenkant van de website, waar zwevend en animerend, waarin staat van, hallo, wij gebruiken cookies. Cookies zijn goed, want bla 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 bla. Ja. En het wordt, elke keer wordt dat gebruikt. En het grappige is, als je het weg wil klikken, dan wordt dat bewaard met... Cookies. Yay! Ja. Dus raad eens wat er gebeurt elke keer als ik een pagina bekijk. Ja. Cookies! Ja, maar ja, goed. Dat is niet de schuld van de mensen die websites maken. Nee. Dat is de schuld van de legal. En van browsers. En van het... En van, maar van browsers ook? Ja, absoluut. Hoezo? Sommige dingen vind ik... die moeten in... pas op voor die mensen die opspatten. Ja, nee. Deze ziet er heel erg uit als... enfin, zonde voor je bumper. Maar... ik vind dat sommige functionaliteiten veel beter gemaakt moeten worden in browsers. En dat zijn een aantal dingen die dus ook... Hè, kijk naar
het headertje wat gestuurd wordt door Internet Explorer nu en ook door een heleboel andere browsers, dat je niet gevolgd mag worden. Ja, do not track header. Nou, dat soort zaken moeten ook geregeld worden in voor bijvoorbeeld cookies, maar bijvoorbeeld ook voor het delen van je links. Dat moet makkelijk gemaakt worden in de browser, omdat er... Firefox gaat nu zijn standaard cookies op niet accepteren zetten. Ja. En maar wat er interessant aan is, is dat daar zijn dus... daar is die andere hele fijne belangenbehartigingsclub. De club die de belangen van de adverteerders behartigt. Die vindt dat fantastisch natuurlijk. Die heeft dat zelfs als landverraad of zo bestempeld. Die mensen zijn krankzinnig. Wow. Die zijn echt... Die wonen echt op een eigen eilandje. Ja. Anti-Amerikaans hebben ze dat, wordt dat bestempeld. Wauw. Nou, dat is wel grappig, want Firefox is volgens mij niet echt Amerikaans. Een internationaal bedrijf. Maar... Ja. Dus echt, dat wordt als... Met patriotisme wordt dat bestreden. Hey, dat is wel heel erg... Want in Amerika is dat is zoiets als je moeder is een hoer-achtige opmerking, hè? Ja. Dat is... Dat gaat niet zomaar over één kant. Ja, nee, dat is wel heel erg raar. Maar mijn punt is dus, dit soort functionaliteiten die horen eigenlijk ook in een browser. En er zijn een heleboel plugins die slimme mensen als jij en ik, mensen die ervaren zijn op het web en erachter komen dat ze sommige dingen liever over alle websites hetzelfde willen hebben, dan installeer je een plugin. En die regelt het voor je. Ja. Alleen er zijn een aantal dingen die echt gewoon in alle browsers geregeld moeten worden. En ik denk dat daar ook standaarden voor moeten komen. Die soort van attachment op de standaarden, de andere webstandaarden, zoals HTTP en HTML. Dat zijn document en documenttransportmiddelen. Moet het ook zo zijn voor sociale en voor privacy-achtige. Er moeten ook protocollen van gemaakt worden waar browsers uniform op aan kunnen haken. Ja, voor sociale dingen is er wel het een en ander geprobeerd, hè, met RDFA. Mm-hmm. Opgefokte Audi figuur, natuurlijk een mooie tautologie is. Ja. Maar dat is heel gezellig. Dus met RDFA hebben ze dat soort dingen volgens mij wel geprobeerd om de manier waarop mensen interacteren met dingen en dingen opslaan, om dat op tot te slaan. Een standaard van te maken. Ja. Maar misschien dat je ook een soort van eigen profiel kan opbouwen. Hè? Dus, maar Do Not Track is zoiets eigenlijk, maar dat wordt enorm tegengewerkt. En kijk, Do Not Track gaat uit van de goedheid van bedrijven die uitgaan van de slechtheid van mensen. Ja. Dat is eigenlijk wat we... Die gaan uit van de goedheid bijvoorbeeld van de filmindustrie. Nou, forget it. Nee, inderdaad. De industrie is niet... Bedrijven zijn niet goed. Nee. Of fout, of wat ook. Die zijn gewoon winstgevend. Die willen gewoon heel veel geld verdienen. Ja. En dat is iets wat niet parallel staat op een sympathie. Dat is heel vaak juist in conflict ook met de behoeftes van mensen. Ja. Maar ik denk daar moet nog eens goed over nagedacht worden. Want het wordt steeds urgenter. Mensen, er zijn steeds meer platformen zoals Facebook en Google+ en een aantal andere die handigheidjes verzinnen die eigenlijk niet daar horen plaats te vinden. Bijvoorbeeld inkorten van URL's, het bewaren van bookmarks, het onthouden van de graad van vertrouwen in bedrijven of in de dienstverleningen. Ja. Dat soort zaken die moeten eigenlijk bij jezelf wonen. Firefox heeft bijvoorbeeld geprobeerd om dat soort diensten aan te bieden. Van bookmarks opslaan en synchroniseren. Chrome doet dat inmiddels ook. Maar bij hun dus. Ja, maar Chrome doet dat met hun service, met de service van Google. Ja.
Ja, en dat is hetgeen wat dus mis is. Versterkt het verzuilen, maar versterkt hoe doe je het dan zonder die... Nou ja, dat is dus wat die protocollen van de HTTP en HTML gewoon netjes doen. Daar zijn gewoon uniforme afspraken over. En die alleen het punt dat deze uniforme afspraken, die hebben dan ook nog eens een uitspraak over waar wonen deze gegevens. Ja. Hè, dus het zijn niet de documenten die van het bedrijf zijn en dus op hun server woont. Maar het zijn jouw persoonlijke gegevens. Ja. En eigenlijk moet je zelf kunnen kiezen waar die gegevens wonen. Maar die moeten daar wel allemaal verzameld worden. Ja, okay, ja. En nu zeggen we van, nou, sociale dingen, die doe ik op Facebook en op Twitter en op Flickr. En als de, weet ik wat... Als die dienst niet meer bevalt of verdwijnt of verandert, ja, dan gaat dat weg. En dat is niet alleen zonde, maar het is ook vermoeiend. Het hoeft niet. Enfin. Dus, lieve internet, maak dat eens. Ja. Nou, dat is een opdracht voor volgende week. We zien jullie oplossingen graag tegemoet. Precies, ja. Doei allemaal. Doei.